like deze video sneller dan dat ik mijzelf verander in een van deze piggies. Het is een onmogelijke like challenge voor extra geluk. Let's go! Ik verander mijzelf in... Oh! Ik verander mijzelf in deze piggy. Oké, dit is amazing. Er zijn hier verschillende soorten... Oh my gosh. Er zijn zelfs shirts van deze piggy, hobby. That looks pretty dope. Oké, we zijn in een Halloween piggy hobby uitgekomen. Het kan zijn dat ik deze hobby al eens een keer heb gespeeld, maar dit is... You are totally kidding me. Maar dit is dus... Oké, weet je wat? Misschien moet ik gewoon de normale piggy zijn. Dit is de Halloween editie ervan. Maakt dat het enger? Waarschijnlijk wel. Ik heb er zin in. Ik ben heel erg benieuwd. We hebben hier een aantal cyborg piggies die verschillende soorten kleuren lasers afvuren. Oh, dat is zeker iets om voorzichtig mee te zijn. En hier beneden is super veel lava. Oh my gosh. Oké, weet je, piggy die heeft dan misschien wel een lava rode jurk. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat ze in de lava wilt zwemmen. Dus laten we daar vooral voorzichtig mee zijn. Deze hobby ziet er serieus amazing uit. We gaan een klein spelletje doen. Raad de prijs. Hoe duur is dit vliegende tapijt? Ik denk 150. 150 Robux. 129. Alright. Ik wil niet per se zeggen dat het goedkoop is, maar het is een stukje goedkoper dan in de meeste hobby's, you know. Dus dat is op zich al wel een voordeel. Oké, we zijn helaas onze morph kwijt. Maar hoe duur is deze dan? Daar ben ik echt benieuwd naar. 69. Oké, dat zijn op zich... Ik wil niet zeggen dat het goedkoop is, maar dat zijn degelijkere prijzen dan je vaak in andere hobby's hebt. Alright, we did it. We zijn langs de multiple choice. Dat is toch wel een van de... lastigere dingen in een hobby. Met name omdat het eigenlijk gewoon aankomt op een beetje geluk. Ja, letterlijk. Ik bedoel, als je... Wat is dat? You are kidding me. Wij kunnen een Yeti kopen voor 120... Oh nee, laat maar. Een ijszwaard. Ik dacht dat we ook de Yeti erbij kregen. Ik dacht serieus... Dat we dus gewoon een soort van mythologisch wezen zouden kunnen kopen. Maar zo werkt dat dus schijnbaar niet. We kunnen ook sparkles kopen. Oh nee, laat maar. Dat is een teleportation tool. Dus dan kun je jezelf teleporteren. Is dat wel eerlijk? Is het wel eerlijk om jezelf te kunnen teleporteren in een spel? Oh my gosh. De Halloween piggy ziet er zo creepy uit. Dat is serieus terrifying. Oké, so far so good. We hebben hier weer een nieuwe checkpoint, which is pretty amazing. Ik ben nu bij level 12, maar er zijn al mensen bij level 30, 38. Dat is best wel nice. Dat is serieus best wel nice. Met andere woorden, we moeten snel zijn. Nou, we hoeven niet per se snel te zijn. Ik bedoel, je kunt beter iets voorzichtiger zijn en dan niet elke keer afgaan dan snel zijn en... wel elke keer afgaan. We kunnen een diamond kopen voor 349 Robux. Ik weet eigenlijk niet waarom je een diamond in dit spel zou willen hebben, maar schijnbaar is dat een ding. Ja, nou in ieder geval, ik vind het wel een lastige hobby. Het is serieus wel echt een lastige hobby. Ik neem aan dat we deze lasers niet mogen... Dit zijn geen lasers. Lasers in Roblox zijn meestal een beetje zo lichtgevend. En dit ziet er niet uit als een laser. Dit is waarschijnlijk wat anders. Oké, we hebben hier de typische sloten van de piggy deuren. Dus dat is sowieso iets om voorzichtig mee te zijn. Of nou ja, voorzichtig mee. We moeten het gebruiken als, hoe kan ik het zeggen, een opstapje. Wow! We kunnen hier een duister tapijt halen. Voor 100 Robux. Op zich. Dat is wel een stukje voordeliger dan het andere tapijt. Denk ik. De andere was 119, toch? 119. Want ik dacht dat hij duurder was. Ik dacht 150 en hij was geloof ik iets van... Oh nee, 129 was het ding. Ja, het zal wel. In ieder geval, we're doing pretty good over here. Het is natuurlijk wel echt lastig omdat je heel erg veel van die... Ik wou het letterlijk net zeggen. Omdat je heel erg veel van die gedeeltes hebt waarbij je dus... Ja, eigenlijk gewoon heel makkelijk naar beneden kunt vallen. Waar je tussendoor kunt vallen, kan ik misschien het beste zeggen. Dus ja, dat is iets om zeker voor uit te kijken. Hey, we got some popsicles. Da-da-da-da. Ben jij een waterijsfan of een roomijsfan? Laat het in de comments weten hier beneden. Ik heb echt niks met waterijsjes. Zeg maar, ik weet niet waarom. Heel zelden. Zeg maar, als echt gewoon... Weet ik veel, zo'n zwembad weer is of zo. Ah, dat is een waterijsje, want nice. Maar roomijs, hè, you know. Schepijs op een horentje. Chocolade, bro. I love it.
Ik denk dat ik serieus gewoon eens een keer een bed moet laten maken van chocoladeijs. Het is best wel naar, want dan smelt je in je slaap. Wauw, dat is een van de meest poëtische dingen die ik ooit heb gezegd. Smelt je in je slaap. Eigenlijk klinkt het best wel eng. Het is een soort van horrorfilm scenario of zo. Van een ijsje wat gaat slapen en niet weet dat het een ijsje is en daarom smelt. Ik heb geen idee wat ik zeg. Alright, we're doing pretty amazing. Oh my gosh, dat is een hele enge piggy. Ligt het aan mij of hebben we het gewoon letterlijk bijna gehaald? Ik weet het niet zeker, maar ik heb het idee dat we in de buurt beginnen te komen van het einde van de obby. Ik weet niet of ik het roze wel of niet mag aanraken, maar het ding is, ik neem altijd even het zekere voor het onzekere, zoals ze dat noemen. Het zou namelijk... Ik mag het aanraken, oké. Het zou namelijk jammer zijn als je dan afgaat, maar schijnbaar is het all safe to go. Oh my gosh, oh daar beneden is een cyborg piggy en dat is letterlijk waar we begonnen in deze obby. Ik had dat serieus niet eens door. Alright, let's just do... Is het meer keuze? Nee. Oh my gosh, het zag er letterlijk uit als een meerkeuze level, maar schijnbaar is het niet eens iets wat erbij in de buurt kwam. Nou, hier heb ik wel sterker het idee dat we zeg maar die zijkanten een soort van niet mogen aan... Dit is een optische illusie lijkt het wel, oh my gosh. Oké, 3, 2, 1, ah nee, I knew it. Oké, nog één keer, nou niet nog één keer, als we af gaan we nog een keer proberen, maar 3... 2, 1, yes, alright. Nou, we zijn dan misschien wel afgegaan, maar op zich is dat niet zo'n probleem, want we zijn wel over de checkpoint heen gegaan, dus dat is nice. Alright, we are about to do this, en wat kunnen we hier kopen? We kunnen hier voor 9... Ik vind het wel heel leuk hoe ze bij de items een karakter hebben geplaatst, hè? Dat maakt het allemaal wat persoonlijker. Dan wordt het letterlijk een beetje aan je verkocht, hè? Je hebt niet het idee dat het gewoon zo is van, hey, ik ben een item, koop mij. Het is gewoon, ja, er komt wat meer inhoud bij kijken. Vind ik op zich wel interessant. Dus zeker een goede manier om jouw virtuele producten aan te prijzen. So that's how we do, bro. Alright, ik heb sterk het idee dat we het bijna hebben gehaald. Maar je weet dat nooit zeker met dit soort obby's. Er staat, je kunt nu gratis iets winnen aan het einde van de obby. Wauw, dat is best wel toevallig, want ik denk dat ik er bijna ben, of niet soms. Of moeten we daar nog naar beneden? Oh, we moeten hier nog naar beneden. Oh, we moeten hier nog naar beneden. Oké, 3, 2, 1. Oké, ik dacht heel even dat dit gigantische soort van Minecraft grass block het einde zou zijn van de obby. Maar apparently is dat het dus niet. En kunnen wij hier een soort van... doolhof in, I guess. Ik heb in een of andere manier het idee dat ik... Nee. Ik ga gewoon de middelste gang nemen. Ik ga gewoon voor de middelste gang. Alright, there we go. Wat? Hoezo? Kan ik een level overslaan? Ik kan 10 levels overslaan? Wat? Oké, dat vind ik een soort van best wel creepy. Oké, iedereen is bij dit level trouwens. Valt mij op. Iedereen is bij level 38. Dus ik heb zo'n soort van idee dat dit level een soort van... Ik wil niet zeggen onhaalbaar is... Maar meer van dat je hier niet echt iets kunt doen of zo. I'm not sure about it, maar het lijkt erop. Oké, dan gaan we naar rechts, right? Misschien is dat de juiste keuze. Is dat de juiste... Nee. Oh, jawel! Ja, we hebben het gehaald! Oh my gosh, that's amazing. En er zijn 3 verschillende soorten piggies. We hebben de soort van light piggy. Soort van, ik weet niet wat het is. Soort van ice piggy misschien. We hebben de magma lava piggy. En dan hebben we de vergiftigde piggy. Oh, dit is zo nice. Alleen, ik heb gewoon zo'n idee dat er misschien wel een aantal Easter eggs in de map verstopt zitten. En Easter eggs zijn eigenlijk gewoon kleine... Nee, er zit niks. Nee, ik dacht van wel, maar er zit niks. Het zijn kleine geheimpjes in de map. Deze obby heeft 505 levels. En dat is echt veel. Gewoon echt letterlijk, dat is mega veel. Gewoon, ik denk dat een gemiddelde obby misschien... Wat zal het zijn? 100... Nee. 50 levels. 50 levels. Niet eens. Ik denk, als je echt het gemiddelde wilt pakken... 35 tot 45, zoiets. En als je dan van die wat langere obby's hebt, dan ga je tegen de 50 gaan zitten. Dan heb je echt van die uitgebreide obby's waar je echt wel even gewoon tijd voor vrij moet maken. Dan zit je bij de 100 levels. Maar dit zijn van die obby's. Ik hoop maar gewoon dat er een soort van mechanisme is wat ook opslaat waar je voor de laatste keer bent geweest. Want ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die in one sitting, hè, dus die in één rechte lijn, 505 levels halen. Nu weet ik dat dit niet per se hele lange levels zijn, hè, dus je zal er niet een hele dag mee bezig zijn.
ik wil ook niet per se een predictie maken van hoe lang het dan wel zou duren. Maar ik denk dat je hier wel even flink mee bezig bent hoor. Je bent hier wel even flink mee bezig. Het is wel een leuke hobby. Alleen waar ik altijd een beetje voor vrees bij dit soort hobby's met zoveel levels. Is dat het zichzelf op gegeven termijn, gegeven moment gaat herhalen. He, dat heb je vaker bij hobby's. Dan zijn er van die mensen die willen dan een lange hobby maken. Nou, dat is op zich een mooi streven. Maar daar komt bij kijken dat je er dus ook lang mee bezig bent. Of toch niet, denken ze dan. Wat doen ze namelijk? Ze kopiëren en plakken levels die ze eerder in de hobby al hadden geplaatst. Dus wat je dan krijgt, dus dan is bijvoorbeeld... heb je 100 unieke levels. Wat best wel veel is, maar goed. Je zou dan zeggen van stop dan bij die 100 unieke levels als je het genoeg vindt geweest. Maar die mensen die gaan door en die gaan die 100 unieke levels kopiëren en plakken. En dat doen ze dan 5 keer. Dan heb je dus eigenlijk 5 keer speel je dezelfde levels. Laat in de comments weten wat jij daarvan vindt. En like voor meer. Adios!